Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. Het is weer tijd om wat coins te gaan halen en wat werelden te gaan completen. Zoals je ziet zijn we nog steeds in Tanuki Suit. Oh, dat gaat niet goed. En nu zijn we niet meer in Tanuki Suit. Hey, goed begin van deze aflevering. Leuk dat jullie nog steeds kijken. Even kijken of we ergens zo'n vet coole coin kunnen vinden. Want die moeten we natuurlijk niet missen. Ik kan me dit landje nog wel goed herinneren. Dus volgens mij, er is hier of een moeilijke coin of er is iets met dit landje in ieder geval. Oh, daar is een coin. Oké. Ik denk dat dit de coin was die ik eerst miste vroeger. Het gaat goed in ieder geval. Hier hebben we in ieder geval een spike waar ik voor uit moest kijken, wat niet helemaal gelukt is. Zo. Aanpassen, dat doe ik zo meteen wel. Soms dat het geluid niet helemaal goed is, dat ik dat ook moet aanpassen zo, maar dat merken jullie vanzelf. Nice. De tweede coin is ook binnen. Kijk, nu kunnen we even op de instanties hier drukken. Ja, zie je? Dat is beter. Wauw, pak. Waarom? Waarom gaat er niet? Daarom. Ja, wat een kutspel. Leuk spel, leuk. Oké, nog een keer proberen. Zo, oh. Kut. Kut. Adem in, adem uit. Doe het rustig aan. Adem in, adem uit. Yeah. Soms is het echt geen leuke manier om te besturen in ieder geval. Oké. Tuurlijk. Dat zal wel. Ik denk dat ik nu een coin heb gemist. Ja, zie je? Godverdomme. Ik denk dat ik ook weet waar die zit. Watergezever. Oh, dat helpt ook niet. Oh. Hey. Ah. De sturing van deze game soms, maar.
de besturing van deze game. Holy shit. Hier. What the fuck zeg. De besturing is zo raar. Net alsof je elke keer tegen doorzichtige walls aanjumpt. Dan moet ik dit level toch opnieuw doen. Ik weet nu nog wel waarom ik dit level nog kan herinneren. Omdat ik dit al een kut level vond. Ja, daar was ik al bang voor. Ik heb het overleefd in ieder geval. En zo. Die moet hij wel even doen. Want ik heb die nodig. Ik denk dus dat ik op dit blok moet staan. Wat is dat een ding? Dit level haat mij gewoon, what the fuck. Echt diepte in deze game, jongen. Holy shit. Komt hij nog terug op blok of niet? Ja. Dit level, jongen. Eerste level doen wat we doen deze aflevering, maar ik ben al helemaal weer geïrriteerd. Zo leuk zijn als ik vanaf hier kon zien waar de coin is, maar die kan ik niet zien. Wahoo? Okay. En terug met het blok. De besturing van deze game, jongen, echt niet te doen. Ja.
Ik snap dit level echt niet. Volgens mij moet je op dat blok komen, maar dat is echt gewoon qua besturing onmogelijk. Oh, nice. Nice. Eerlijk? Fucking lastig. En dan heb je weer die onzichtbare walls die waarschijnlijk... waar je het waarschijnlijk gewoon niet door gaat halen. Oké, het is eindelijk gelukt. Het heeft me veel moeite gekost, maar het is gelukt. Wahoo, inderdaad. Wat een kut level zeg. Nou, unlock deze maar. Let's go, inderdaad. Oh nee, een scroll level. Oké, dat werkt dus blijkbaar niet. Oké, we hebben in ieder geval de eerste. Oh, wacht. Oké, dat ging verbazingwekkend goed. Oké, we gaan nu over bewegende chocolade heen. Oké, dit was een kort en relatief simpel leveltje. Daar houden we van. Dan gaan we naar het schip van seizoen 3, wou ik zeggen, van wereld 3. Let's go, inderdaad. Oké, laat ons afschieten. De buurman. Oké, er ligt alleen die, maar toch. Altijd checken wat erachter is. Oeh. Gevaarlijk. Ik hoop dit niet dat ik een coin gemist heb nou. Is dat dood ergens? Ja. Het moet toch nog ergens.
iets zijn waardoor ik kan zien. Daar is een coin. Hey. Zou dat coin 3 zijn en dat ik een coin heb gemist? Dat kan. Oh, dat is de tweede, oké. Okay. Mooi, we hebben nog geen coin gemist. Jammer dat je geen flip jump kan maken, hè? Geen derde coin gezien dan. Zou die na de pompom of de boomboom komen? Boomboom is het. Oké, snel die gebruiken. Dat is de terechte damage. Kut. Ja. Ik had het al in de holes. Dat dit zou gaan gebeuren. Oh, nu moet ik die coin ook opnieuw pakken, zie ik. Dat is wel zend. Kut, ik heb de coin niet gepakt. Nee, dan moet ik dit opnieuw doen. Ik kan ook gewoon doodgaan nu. Ja, ik probeer het ook gewoon even. Ik zeg nog tegen mezelf, ik moet wel even die coin weer opnieuw pakken. En dat doe ik het gewoon niet. De laatste coin is hier of niet? Ja. Oké, nou ja, dan moeten we daar nog iets voor verzinnen. Wat we daarmee gaan doen. Long jumps zijn of geen ding in deze game, of moeilijk in deze game. Wereld 4 wordt voor de volgende aflevering. Wij gaan nog een keer wereld 3 doen. Ja, hoehoehoe, inderdaad. Niks aan de hand. Yeah.
Zo, nice. Ik weet alleen nog steeds niet hoe ik die flag jump ga halen. Of moet ik er echt een tanuki shoot voor hebben? Dat zou bitter kut zijn. Dat hebben jullie niet gezien. Was er al bang voor. Zal ik de Nookie Shoot halen? Ik denk dat ik dat gewoon doe. Two course selection. Speedrunnen we even door deze heen. Pa-da-pa-pa-pa-pa. Zo, dan ook een zoet gesecured. Gratis leventje, nice. Zo, hoppatee. Let's go. We kunnen dit. Oh fuck, dat wist ik niet. Kut. Dat is zo moeilijk. Dat moet je ook met de tanuki doen, maar ik wil mijn tanuki niet verneuken. Kan ik ook dit doen? Nee, dat werkt niet. Oké. Okay. Yeah.
Zie je, oh, hij is gewoon moeilijker met. Heb ik hem nou al twee keer geraakt? Dat zou heel heftig zijn als dat zo zou werken. Nee, oké. Gelukkig. Hoe deze game werkt, echt. Kan deze jump voor die coin kan ik zo meteen sowieso niet maken. Dus ik moet daar een tunnelkie suit voor hebben om deze te kunnen clearen. Nou, het valt mee. Hier, hoe kan ik dan gehit worden? Waar slaat dat op? Ik herhit hem toch? Dan kan ik toch niet gehit worden? Een hitbox en zijn hitbox kan toch niet hetzelfde zijn, zeg maar. Nice. Oké, ik hoef hem niet opnieuw te doen. Gelukkig. Dat betekent dat we wereld 3 gecomplete hebben. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we beginnen met wereld 4. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.